Go. Oh, oh, Tim, Tim! Oh. Oh, nee. Yo, ik ben Tim en super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is weer tijd voor waterchallenges. Meesters aan het checken of alles hier stevig is. Het is heel stevig, kijk maar. Het doel van deze video is heel simpel. Wij gaan met een groep freerunners uitdagingen zoeken bij het water. En als je in het water valt, dan heb je de uitdaging niet gehaald. Hai! Warming up sprong. Ah, yo, ik heb zo lang niet meer gefrieren. Dat is mijn probleem. Ik heb gewoon angst. Jij kan dit. Ja, easy. Oh, lekker Tim. Ja, oh. Hey, wie wordt gast? Safe, safe, safe. Oh. Iedereen is nu goed opgewarmd en nu is het tijd voor de echte uitdaging. Hé, hey, maar Tim, moet je hem zeg maar per se stikken of mag je ook gewoon je handen en dingen beetpakken? Het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je erop blijft. Oké, oké. Okay. Voor de rest mag je alles check, doen. Check, Eigenlijk ben ik heel blij dat ik niet als eerste hoef, maar ik had er wel vertrouwen in. Nog steeds. Dit wordt hem, dit wordt hem. Dit wordt hem. Ja, 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 ja. Ja. Oh! Of je moet volledig voor de stick gaan, of gewoon patsboom met beide voeten op dit. Heerlijk. Dat deed ik. Ik sta hier helemaal te trillen op mijn benen en Defty loopt hier te bewegen met die paal van hier Tokyo Valker nu in, weet je wel? Toch een beetje zenuwen. Ja, ik weet het nu ook niet helemaal, man. Ik was net zo aan het praten. Maar meest stand of zo, maar meest zat hem wel in één keer goed. Ready? Ja. In 3, 2, 1, go! Oh, oh, Tim, Tim! Oh, nee! Je had hem zo perfect! Ah, Tim! Oh! Oh, oh, oh! Oh, die maakt pas op voor de snip. Ik heb het verpest voor de rest, want iedereen die nam Mees natuurlijk als voorbeeld. Maar dit kan ook. Klaar voor? Ja, eigenlijk wel. Ik ga hem dus niet uit stand doen met een kleine run-up. En ik heb geleerd van de vorige fouten die een klein beetje heb gemaakt. Juist! Oh! Safe! Ik dacht, ik ga gewoon gelijk hiervoor. En het was echt nodig, want die biebel is echt... Bro, 2 keer zo hard als daar zo. Ja, lekker, lekker def. We zijn hier in ieder geval safe. We zijn nog droog. Dat is zo erg. Ja! 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 Je had al verwacht dat dit zou gebeuren. Ja, want ik spring altijd met deze dingen te ver. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ah! Oh, oh. Te hard! Ja, man. Ik zei het toch, dit was makkelijker dan wat we hadden. We zijn nog droog. Je kan dus beter te hard dan te langzaam. Beter te hard dan te langzaam. Ik ben af hoor. 3, 2, 1. Kom op, Ramin! Ja! Ja, ja, ja. Precies dat! Lekker! Het voelde goed. Dit was een mooie waterchallenge om het spits mee af te bijten. 3 van de 6 freerunners zijn in het water gevallen. En ik ben benieuwd wie er bij de volgende challenge droog kunnen blijven. Hieronder zit een ring. En het is de bedoeling om met 2 handen aan die ring te hangen. En dan in 1 keer jezelf omhoog te gooien naar de rand. Zo, en dan... Ja, dat ja. Zo hè? Ja. Oké, okay. Ik test even voor. Het kan net aan, wel of net aan niet. Als je die hier invalt, dan klim je er ook hier uit. En dat kan, is wel moeilijk. Oh, oh, klim, 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 klim. Lekker, dat het was het. Het kan, het kan, het kan, het kan. Oh. Jij hebt er vertrouwen in. Ja, niet heel erg veel, maar dit zou in praktijk moeten kunnen. Ik heb hier absoluut geen vertrouwen in, gek. Ik wil gewoon niet dat worden. Ik heb een beetje die zenuwen van het wachten of zo. Yes, kom op. Yes, Mees. Gaan, gaan, gaan. Ja. Ik had hem maar met 1 hand. Ja. Oh, nee.
Nu heeft Devin de volgende uitdaging en dat is uit het water komen. Oh, dit is goed te doen. Lekker, man. Eet half spinnen web hier. Ziek. Comeback. Dev? Ja, man. Prima. Eigenlijk ben ik wel blij. Het is lekker fris. Het was echt super warm hier zo buiten, dus het is prima zo. Kun je hem in? Ja, man. Eén hand heb je. Ja, 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 nee! Ramin zwemt even om, want het is hier toch best lastig om eruit te klimmen. Ja! Oh, nee! Juist, lekker. Goeie poging. Oh, ik had hem bijna, maar ik had geen grip. Mijn hoop is wel bij jou, want ik denk dat jij dit kan. Ja, easy, easy. Je hoeft niet eens moeite te doen, gast. Ja, 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 ja. Nice. Oké, kom op, Tim. Ja, nu ook weer. En ook bij deze waterchallenge hebben 3 van de 6 freerunners het gehaald. We gaan door naar de volgende en deze wordt pittig. Wij staan bij de volgende sprong en eigenlijk heeft niemand hier vertrouwen in. Mees, jij bent de enige met nog droge kleding. Ja, als zeg maar de afzet goed was en de sprong niet zo ver, had ik mijn enkels vertrouwd. Nou, eigenlijk geen linkerenkel, want dat ja, okay. Pijn doet. Maar met dit... Zeg maar, kijk, het lijkt heel vervelend, maar in principe, als je gewoon denkt dat het gewoon een vlak stuk is, dan zou je ook gewoon hier afzetten. Ja. In 3, 2, 1. Let's go. Ja! Gruwelijk! Ja! Ja! Ja, in het water. Goed zo, wat? Hoe dan? Oh! Oh mijn ja, god! Dit was echt full commitment! Dan kom je daar aan en je staat gewoon, man. Je moet gewoon full scheid gaan, man. Heel ziek! Ja, ik ben echt zo gek. Tim die staat nu gewoon klaar voor de sprong. Hij heeft echt een tijdje getwijfeld, maar nu gaat hij hem committen en hopelijk landt hij hem gewoon. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En anders hebben we een heel mooi filmpje natuurlijk en daar hopen we ergens ook stiekem wel op natuurlijk. Oh. Dat is dus niet gebeurd. Ja, je moet hem wel zeg maar committen. Ja? Wat zeg jij? Ik ga gewoon lekker. Sander zit nu in zijn vijpen. Oké, dan laat ik Sander. Oh, zo. 3, 2, 1. Oh! Yes, yes, yes. Oh! Ja, man! Ja, man! Oh! Ik zag ook niet wat er gebeurde. Ja, die man gleed volledig uit. Oh. Hij zat één van deze schoenen nu. Ja, ja, ja. Ja, wil je ook checken? Ja, dat was het. Gaat het? Ja, ik ga hem, ja. Mijn afzet, ik had net iets te veel naar rechts gewend. Daarom ging ik te veel naar de zijkant. 3, 2, 1, go! Oh! Durfde hem niet in te zetten. Nee, dat was wel tricky. En zeg maar, dat is zeg maar het enige wat je dus niet moet doen. Je moet hem wel inzetten, ja, inderdaad. Dit is gevaarlijk. Maar het ging gelukkig goed. Het was niks aan de hand. Ik dacht, ik ga wel. En toen op het laatste moment keek ik naar die paal. En toen dacht ik, oh, het laatste moment ging ik naar die paal. En toen dacht ik, nou, ik had het helemaal niet. Oh, je had moeten committen, man. Ja, weet ik, maar ik kreeg het knopje niet om. Ja, dat snap ik. Sander, wel heel veel. Devin, ook voor jou. Ja, thanks man. Hard. Oh. Dit was een hele moeilijke. De rest van de jongens besloten hem dan ook niet te doen om blessures te voorkomen. Alleen Devin heeft hem dus echt gehaald. Maar bij de volgende kan ik garanderen dat iedereen in het water valt. Wij staan hier bij de laatste challenge die we gaan doen. En dat wordt deze sprong en dan het water in. Woe. En dan door. Ja. Die lukte even niet in mijn hoofd, maar nu ik weet dat ik dit haal, gaan we door. Ik
Ik wou eigenlijk springen en dan gelijk doorspringen, maar er zat een haper in. Nee, maar dat gaat Devin nu laten zien hoe dat wel moet. Precies. Yes. Oké, 3, 2, 1. Oh, juist! Oh nee! Oeh! Ik hoorde een klap. Oké? Tim, nieuwe challenge. Vanaf hier backflip naar het water. Oh shit, man. Wat een gast, hè. Sommige dingen wil je ook gewoon niet. Je weet dat het kan, maar het hoeft niet. Hoppa! Oh, ja, ruim 2 meter overheen. Ja, dankjewel. Ja, lekker man. Jongens! Wacht, ik heb een special shoe, hè. Dat moet ook nog weer, we moeten ook wat doen. Wat? Special shoe. Special shoe? Special shoe. Lekker jongens! Tunnel boven water. Oh, leuk. Tunnel boven water. Ziek, mate. Laat het duidelijk zijn, wij oefenen dit al bijna allemaal 10 jaar of langer. Dus wij weten heel goed wat we doen. En ga het ook niet zomaar naproberen. Ramin? Hey, dag oprecht, ik geen twisten, kutzooi. Heel ziek. Easy. Heel lekker. En zo zijn we uiteindelijk toch nog allemaal het water in geweest. Ik heb een natte shirt weer aan. Dit waren alle waterchallenges voor nu. De volgende keer gaan we naar een andere locatie. En ik wil jullie vragen om in de reacties achter te laten naar welke plek wij de volgende keer moeten gaan. En dan gaat Dev natuurlijk ook weer mee. Ja, sowieso. En dan hopelijk geen nat pak halen. Nee, dat ja, is niet de bedoeling. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want dan mis je de volgende video niet. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Later. Ja.